Hallo en leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. En in deze video wil ik het gaan hebben over een video over het geloof. En het gaat dit keer over als je gezondigd hebt en als je eigenlijk je hebt zonde gedaan en je durft soort van eigenlijk niet meer terug naar God. En of dat voor het eerst is, dus als je God nog niet kent en dat je dan naar God toe wil komen. Of als je God al kent en dat je dan eigenlijk gezondigd hebt en dat je dan eigenlijk niet meer naar God terug durft te gaan, zeg maar. En eigenlijk waarom ik deze video maak is: de afgelopen tijd ging ik niet zo goed in mijn geloofsleven, om zo maar te zeggen. En deze week was het zeg maar weer goed, om zo maar te zeggen. En ik wist eigenlijk niet echt waarover ik een video kon maken. En toen bedacht ik me van, omdat ik het zelf heel erg lastig vond om weer terug naar God toe te gaan. Omdat het gewoon echt niet goed zat, zeg maar. Om weer terug tot God toe te gaan. Alleen zijn liefde en zijn geduld met mij en zijn trouw, gewoon dat, zijn barmhartigheid, zeg maar. Dat die er gewoon nog steeds, dat God zo barmhartig even over mij was. En daarom wilde ik eigenlijk deze video voor jullie maken, om gewoon jullie mee te geven van: je kan terug naar God. En als je hiermee zit, welke bijbelteksten erbij passen. En het eerste wat mij altijd wel bemoedigt is, wat ik sowieso, als je als het niet echt goed, zeg maar, zit in je geloofsleven, dan voor mezelf lees ik altijd wel psalmen, zeg maar, blijdenispsalmen, of ik weet niet goed hoe die noemt, maar een boetepsalm, dat woord zocht ik. Maar voor mezelf lees ik dan altijd wel gewoon boetepsalmen, omdat je dan, dan wordt eigenlijk je hart wordt een soort van vertaald, zeg maar, in een psalm. En die vind ik altijd zelf heel mooi om die te lezen. Dus bijvoorbeeld 32, 51, 130 en ergens 140 is volgens mij ook nog één. En 6 volgens mij ook. Maar om die voor jezelf te lezen. En het tweede wat ik wil meegeven is eigenlijk, wanneer je hebt gezondigd of wanneer het echt niet, wanneer je voelt dat je geloofsleven, zeg maar, dat het niet goed zit in je geloofsleven. Dan kan het best wel vaak zo zijn dat je niet meer durft te bidden. Dan heb ik altijd dat ik sowieso veel minder bid. En als je God helemaal niet kent, kan er misschien ook een hele grote schroom zijn om tot God te bidden. Om naar hem terug toe te gaan, zeg maar. Omdat je het eigenlijk gewoon zo verpest hebt. En voor mij was, ik had dat ook. En voor mij was het dan heel bemoedigend om Hebreeën 4 te lezen. En eigenlijk gewoon het erbij pakken. En Hebreeën 4 erbij pakken. En dan ondertussen gewoon en daarna gaan bidden van: het is Gods woord, dus ik mag naar hem toe gaan. En bij Hebreeën 4 bedoel ik ook vers 14 en 16. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten we aan deze blijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. En dan nu komt het vers wat ik bedoel. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En ik vind dat dan heel erg, ik vond dat gewoon heel erg mooi. Gewoon dat we met vrijmoedigheid mogen naderen. En juist op zulke soort momenten dat je het heel erg lastig vindt om te bidden, omdat je gewoon zo voelt dat het niet goed zit, dat je dan met vrijmoedigheid mag naderen tot de troon van genade. Dus hij wil je die genade geven om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Om die barmhartigheid te verkrijgen. En dat vind ik dan zo ontzettend mooi. En ook daarvoor staat ook van: nu we dan zo'n grote hoge priester hebben. Een hoge priester is iemand die bemiddelt. Die gaat voor je, als ik het goed heb. Dus die bemiddelt, zeg maar. En Jezus die is gestorven en die heeft onze zonde aan het kruis betaald. En daarna ook opgestaan. En nu we dan zo'n grote hoge priester hebben, dan mogen we met vrijmoedigheid naderen. En dat vind ik dan, dan heb je nog steeds die schroom en dan voel je nog die schaamte en die schuld. Alleen dan weet je dat, dan mag je jezelf eraan herinneren dat we met vrijmoedigheid mogen naderen. Omdat
Jezus ja, voor ons pleit als hoge priester. En dat vind ik dan heel erg mooi, omdat we dan gewoon tot God mogen gaan, zeg maar. En ja, dan vind ik het ook altijd mooi om Johannes 1 en Johannes 2 te lezen. En daar staat dan ook, en daar toen ik, ja, in de periode, zeg maar, toen ik God nog niet kende, toen kon ik me hier ook echt aan vasthouden. En ook als je God wel mag kennen, is dit gewoon echt heel mooi. Als we onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dan vers, sla me even een vers over, maar dan in hoofdstuk 2 staat: mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Dan staat hij in zijn voorspraak. En dat wilde ik net zeggen van die bemiddelaar, van de hoge priester. Uit onszelf kunnen we niet tot, ja, tot God komen. En God vergeeft ook mijn zonden niet omdat ik goed leef, omdat ik zo goed heb geleefd. Nee, hij vergeeft alleen mijn zonden om de Heer Jezus wil. En als wij onze zonden belijden, dan zal hij ze vergeven. En ook al voel jij je zonde niet, ook al ja, zie jij je zonde niet, vraag dan om God van of hij je de ogen wil openen om de zonde te zien. En of hij je het hart wil geven om de zonde te belijden. Dat stond ook in het dagboekje van ja, een paar weken terug, geloof ik. Of een week terug. Dus ja, want vanuit onszelf zien we gewoon de zonde niet. Dus dan moet je het niet laten doen, maar beleid dan ook dat je het zelf niet ziet. Dat je jezelf je zonde niet ziet, hoewel je feitelijk wel weet dat je zondigt, maar je voelt het niet. Omdat, ja, als je een tijd van God vandaan leeft, dan wordt je hart ook harder. Tenminste, zo voelt het. Ik weet niet of dat feitelijk zo is, maar zo voelt het voor mij tenminste. Dus bid dan ook of God je ogen wil openen en je hart wil verzachten. En dus dit wil ik eigenlijk meegeven aan iedereen die ja, zich heel van God ver vandaan voelt, die gezondigd heeft of die heel erg in de wereld is gegaan. Kom tot hem. Je kan vrijmoedig tot hem gaan. En ook al is die schroomte dan nog steeds, om de Heere Jezus kan jij naar hem toe gaan. De Heere Jezus heeft immers is voor de zonde gestorven. En dat hebben we absoluut niet verdiend. En het blijft wel zo'n wonder dat hij voor vijanden wilde sterven. En ja, als je God al mag kennen, dan vind ik het zelf echt zo, ja, zo bijzonder en zo ontzettend wonderlijk en mooi. Dat als we God mogen kennen, dat we dan voor altijd door God vastgehouden blijven worden. Zeg maar, omdat hij ons vasthoudt. En dat staat dan ook in Spreuken, of in Psalmen. Psalm 37 vind ik dan ook heel mooi daarbij. Omdat daar, het gaat ook over de rechtvaardigen. Even zien. De voetstappen van die man worden door de Heere vastgezet. Hij vindt vreugde in zijn weg. Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen, maar de Heere ondersteunt zijn hand. Dus als hij valt, dan wordt hij niet weggeworpen. Dus als je hem kent en je valt, dan word je niet weggeworpen. En even later in vers 28 staat ook: want de Heere heeft het recht lief en zal zijn gunstelingen niet verlaten. Voor eeuwig worden zij bewaard, maar het nageslacht van de goddeloze wordt uitgeroeid. Gewoon, zijn gunstelingen worden niet verlaten, maar voor eeuwig worden ze bewaard. En dan is het ook het wonder van de uitverkiezing, dat God ja, zijn kinderen heeft uitverkozen. Zijn kinderen heeft verkozen, zeg maar. En dat hij ons dan voor altijd vasthoudt. En ze zeggen dan ook wel van dat de uitverkiezing een zaak is voor na je bekering, voor nadat je God kent. En dat het dan ook iets is om zo ontzettend dankbaar voor te zijn. En als je hem dan niet kent, dan hou dan vast aan die belofte van God. Dat als je je zonde belijdt, dat hij getrouw en rechtvaardig is om de zonde te vergeven. Als je zoekt, als je met heel je hart oprecht zoekt, dan zal je hem vinden. Als je hem aanroept in de nood, dan zal je hem ook vinden. Als je ja, gelooft in je hart dat Jezus de Christus is en ook opgestaan is. Ik zal het vers hier in beeld zetten. Dan zal je ook zalig worden. Dus als je hem niet kent, ga dan niet in op die uitverkiezing, want dat weten we niet. Maar
ga dan, hou dan vast aan die belofte en grijp je daaraan vast. Ga, zoek hem dan. En hij zal je zonde dan vergeven als je ze beleidt. En als je tot hem komt en hem aanroept. En als je niet kan bidden, dan is het ook goed als je gewoon een enkel woord zegt. Als je gewoon zegt van, Heere, help me. Gewoon, en als je dat als enigste zegt, dan hoort hij je. Dan wil hij je ook helpen. En als laatste, ook in Spreuken 24 staat, want al valt een rechtvaardige 7 maal, hij staat weer op. En dat vind ik dan ook weer bemoedigend. En heel vaak in de Bijbel wordt 7 gezien als het getal van de volheid. Dus al valt een rechtvaardige 7 maal. Ik denk dat je het ook zo kan zien. Al valt een rechtvaardige heel vaak. Hij staat weer op. Als laatste Exodus 34. En dan verschijnt de Heere aan Mozes. En dan roept de Heere zijn, roept God zijn eigen naam. En hier roept God zijn eigen naam. Dus hij zegt hier zijn eigen naam. En er staat dan, hij riep de naam van de Heere uit. Hij zegt, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. En God zegt hier zelf dat hij barmhartig is, dat hij de zonde en de ongerechtigheid en overtreding vergeeft. Dus God vergeeft de zonde, vergeeft de overtreding. En als wij onze zonde beleiden, dan wil hij die ook vergeven. En hij is ook rijk aan goede tierenheid. Hij is barmhartig en genadig. Hij is ook geduldig. En dat was eigenlijk alles wat ik mee wilde geven. Ik hoop dat je naar hem toe mag gaan. Dat je in je nood hem aan mag roepen. En ook al ken je hem niet, dat je dan aan die belofte vasthoudt. En dat je hem zoekt. En als je hem zoekt, net zo lang. En als je niet opgeeft, dan zal je hem ook vinden. En en als je hem wel kent, kom tot hem. En ook al ken je hem niet, kom tot hem. Kom tot de Heer Jezus. En dat was heel deze video. Ik weet niet hoe lang het is geworden, maar en misschien is het ook wat chaotischer dan normaal. Maar dat is oké. Okay. Fouten maken mag. Nee, ja, dat mag. Oké. Okay. Doe zeker een duimpje omhoog en abonneer je hieronder op mijn YouTube kanaal voor meer van zulke soort video's over het geloof. Of over lifestyle. Soms doe ik ook nog andere video's over lifestyle. Dat verschilt een beetje. En zeker een duimpje omhoog. En ik had nog een lied voor jullie, die jullie konden beluisteren, die ik heel erg altijd heel erg mooi vind. En dat is van, het nummer heet Even When You're Running. In het Engels is ook weer lekker on point. Even When You're Running. En ik denk van Kirsten Crowns, maar dat weet ik niet zeker. En ik vind die gewoon heel erg mooi. Dus als je even lekker wil huilen, luister dat nummer dan. Kunnen we kijken naar. Kirsten Crowns, Even When You're Running. Echt een heel mooi nummer. En net beluisterde ik ook nog een nummer van What Faith Can Do. What Only Faith Can Do, zoiets volgens mij. Maar dat zou ik ook nog wel linken. Die vind ik ook wel mooi. Maar dat dus, en tot de volgende video.